Oh, wacht even. Voordat we verder gaan met deze video, wil ik je sowieso eerst even welkom heten. Leuk inderdaad dat je kijkt naar een gloednieuwe video. Het ontstaan van een gloednieuwe serie hier op GP-fans, de komende 10 afleveringen, gaan we met jullie hebben over het ontstaan van de 10 huidige Formule 1-teams. Een groot deel daarvan heeft toch best wel een bijzondere en ook wel een lange geschiedenis. We proberen het in grote lijnen uit te leggen, zodat we niet te ver afdwalen. Nou goed, laten we maar direct beginnen met de video. De Formule 1 werd in 1950 officieel opgericht, maar Mercedes maakte halverwege het seizoen van 1954 voor het eerst haar opwachting. Dit deed de renstal tijdens de Grote Prijs van Frankrijk en met succes. Mercedes had het namelijk voor elkaar gekregen om de grote Fangio over te laten komen van Maserati. Samen met Kling vormde hij het rijdersduo. En het resultaat? Een 1-2'tje voor Mercedes en de snelste raceronde. Ja, dat is toch wel een beeld wat we de afgelopen jaren al kennen. Fangio won dat seizoen nog vervolgens 3 races, wat voor de Argentijn genoeg was om de wereldtitel uit het vuur te slepen. Een succesvol eerste jaar dus, maar Mercedes bewees al snel geen eendagsvlieg te zijn. In 1955 kwam de legendarische Stirling Moss namelijk bij het team. Fangio pakte dat jaar opnieuw de titel, maar het zou wel de laatste keer zijn dat hij voor Mercedes reed. Op Le Mans gebeurde dat seizoen een vreselijk ongeluk. Een auto raakte van de baan, waarna Mercedes-coureur Pierre Levecque en ruim 80 toeschouwers om het leven kwamen. Mercedes besloot na deze ramp om zich na afloop van het seizoen volledig terug te trekken uit de racerij. Pas flink wat jaren later begonnen ze voorzichtig te werken aan een terugkeer op het circuit. In 1993 kwam het voor het eerst weer terug in de Formule 1, toen als geldschieter voor de motoren van Sauber. Een jaar daarna, in 1994, werd het de motorleverancier voor dat team. In 1995 kwam de legendarische deal tussen McLaren en Mercedes. En dat was een goede zet geweest, want Mika, de Flying Finn Hakkinen, won in 1998 en 1999 het wereldkampioenschap. Daarna duurde het 10 jaar voordat er weer een kampioenschap werd gewonnen met de Mercedes motor. 2008 won namelijk Lewis Hamilton het wereldkampioenschap. In 2009 werd Mercedes ook motorleverancier van Brawn GP, omdat Honda uit de F1 stapte door de financiële crisis, en ze leverden ook motoren aan Force India. In 2009 werd Brawn GP met een prachtig verhaal wereldkampioen met een Mercedes motor. En ja, dat begon toch wel een beetje te kriebelen voor Mercedes en het smaakte naar meer. In 2010 keerde het automerk als team terug in de koningsklasse. Dit nadat er door Daimler, het moederbedrijf achter Mercedes, een groot aandelenbelang werd gekocht in het Formule 1-team van Brawn GP. Er werd een sponsordeal gesloten met de olie- en gasbedrijf Petronas en het team werd omgedoopt tot Mercedes GP Petronas. In tegenstelling tot 1954 ging het ze dit keer echt minder voor de wind. Met Nico Rosberg en Michael Schumacher achter het stuur beschikte Mercedes toch best wel over een behoorlijke line-up, maar kwam niet verder dan de 4e plaats, achter Ferrari, McLaren en Red Bull Racing. 2011 was eigenlijk precies hetzelfde, opnieuw werd Mercedes 4e zonder ook maar 1 race te winnen. 2012 onderging de formatie opnieuw een naamsverandering. AMG, een Duits bedrijf gericht op het optimaliseren van Mercedes-Benz voertuigen, sloot zich aan bij het team, waarna het als Mercedes AMG Petronas F1 team door het leven ging. En vanaf dit punt begonnen de zaken langzaam maar zeker beter te gaan. Rosberg wist bijvoorbeeld de Grote Prijs van China te winnen, de eerste overwinning voor hem en het team in 57 jaar. In september van dat jaar werd aangekondigd dat Lewis Hamilton over zou komen van McLaren om de grote Schumacher te vervangen voor het seizoen van 2013. In 2014 werden de hybride motoren in de Formule 1 geïntroduceerd. Mercedes die speelde hier het beste op in en won dat jaar maar liefst 16 van de 19 races, waarna de zilverpijlen 11 keer als eerste en tweede over de streep kwamen. Met nog 3 races te gaan legde Mercedes beslag op haar eerste constructeurstitel, terwijl Hamilton won bij de coureurs. Het jaar hierop, in 2015, werd de Formule 1 ook gedomineerd door Mercedes. De formatie won opnieuw 16 van de 19 races, maar kwam dit seizoen 12 keer als eerste en tweede over de streep. De titel bij de coureurs ging opnieuw naar Hamilton. En de stempel van Mercedes op de Formule 1 werd alsmaar groter, zo ook in 2016. De Duitse renstal won maar liefst 19 van de 21 races en dit keer was het echte Rosberg die er met de titel vandoor ging. Hij is tot op de dag van vandaag de enige teammaat die Hamilton wist te kloppen.
Dat hebben ze bij Mercedes geweten ook, want die twee voerden onderling een bizar heftig gevecht uit dat pas tijdens de slotronde in Abu Dhabi werd beslist. Na zijn wereldtitel vond Rosberg het genoeg geweest en besloot maar te stoppen. Valtteri Bottas die nam het zitje over en hoewel de Fin regelmatig toch wel goede resultaten boekte voor het team, heeft hij zijn Britse collega nooit echt uit weten te dagen. De afgelopen jaren domineert Hamilton dan ook in de sport. 2017, 18, 19 en 2020 werd hij wereldkampioen, wat zijn totaal op 7 brengt. Dit jaar maakt hij de jacht op zijn 8e kampioenschap, waarmee hij voorbij zou gaan aan het record van de grote Michael Schumacher. Red Bull die lijkt dit jaar wel een echte serieuze bedreiging te gaan vormen, dus misschien is het tijdperk van de zilverpijlen wel ten einde. Het seizoen is nog maar net begonnen, maar zo spannend in de kop van het veld is het een lange tijd niet geweest. En goed, dat was hem dan, het ontstaan van. Vond je dit een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder. En dan zie ik je gewoon weer bij een gloednieuwe video hier op GP Fans. Hoi!